Aan het ijs zal het waarschijnlijk niet liggen. Toch kan de Elfstedentocht niet doorgaan vanwege corona. Ja, hij gaat niet door, je, zeggen we dan altijd als we praten over de Leidse Elfstedentocht. De vijfde gaat er niet komen, terwijl misschien wel het ijs dik genoeg is. Maar oké, het is zo. De Elfstedentocht is tot nu toe 4 keer gehouden en heeft een totaal ander karakter dan de Elfstedentocht. Het is vooral de bedoeling om van steeg naar steeg, waar in elke steeg een kroeg is, van kroeg naar kroeg te gaan. Dus het is een beetje een mooie tocht, maar een beetje een partytocht zou je kunnen zeggen. Een paar jaar geleden neemt Tjeerd Scheffer, bekend van onder andere de Leiden Marathon, de organisatie van de Elfstedentocht over van de Oude Garde. Kijk, dit laten we tegenwoordig drukken. Maar dat hebben ze gewoon zelf geschilderd. Is heel mooi. Dit is het stempel, volbracht. Hier kan je het zien. En hier komt hij dan dus op te staan. Hier op de Visbrug, de oudste brug van Leiden. Daar was de start-finish, althans links en rechts van. Waar we nu naar kijken, daar begonnen de mensen te schaatsen. Dat was toen. De gemeente Leiden heeft nu besloten de scheepsvaart in de binnenstad stil te leggen en damwanden te plaatsen dat het warme water van de energiefabriek niet de stad inloopt, opdat het ijs kan groeien. Daar zijn we heel blij mee, want dat betekent dat er waarschijnlijk straks massaal geschaatst kan worden, in ieder geval met veel ruimte. Dat is het belangrijkste, maar dat we geen evenementenvergunning krijgen, ja, dat hoort een beetje bij deze tijd. Tuurlijk is het balen, want het was hartstikke leuk geweest, maar het kan niet anders nu, simpel. Je bent...